En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 4 juni. De verwachting voor geheel Suriname. Tijdens de avond en nacht kan er meer in het binnenland nog enkele regenbuien en mogelijk nog een zware regenbui in het binnenland voorkomen. Aan het eind van de nacht ontstaan in bepaalde gebieden nevel, mogelijk ook nog mist. Morgenochtend kan er mogelijke lichte regenbuien ontstaan. Tijdens de middag en avond verspreidt zich lichte lokaal, soms matige buien en enkele geïsoleerde onweersbuien over geheel Suriname met uitzondering van Broekopondo waar het tijdelijk bewolkt kan zijn met buien. En Sipaliwini waar er perioden met onweersbuien, soms met windstoten kunnen ontstaan. Er is een tijdelijke zware bui mogelijk in de middaguren. De meteorologische dienst Suriname waarschuwt dat morgen 4 juni gedurende de middag kans op een matige tot kortstondige zware onweersbui bestaat en gaat gepaard met windstoten.